Sally Harmsen speelt de hoofdrol in de horrorfilm Molo, het speelfilmdebuut van Nico van den Brink. Ook Marcus Hamer, Anneke Blok, Fred Goesens, Jack Woutersen. Albert Secuur en Alexandre Wilhaume zijn in de film te zien. Dat hebben distributeur Splendid Film en producent NL Film maandag gemeld. Tekst gaat verder, onder advertentie voor Harmsen wordt Moloch haar eerste horror. Het is echt fantastisch om met Nico samen te werken aan dit sterke, indringende verhaal. Ik denk dat het een crazy spannende film gaat worden. Moloch vertelt het verhaal van de jonge Patrick Harmsen, die aan de rand van het veemoeras woont. Als Patrick en haar familie op een avond worden aangevallen door een onbekende man, gaat ze op zoek naar een verklaring. Hoe dieper ze graaft, hoe meer ze ervan overtuigd raakt dat er op haar wordt gejaagd door een oeroud wezen. De film moet eind dit jaar in de bioscoop te zien zijn. Buzzelets Blok ADS.